Het is november. En voor veel mannen betekent dat dat ze een maand lang hun snor laten staan. Om aandacht te vragen voor teelbalkanker. Jesper en Herre, twee TikTokkers uit Groningen, vragen deze aandacht op net even een andere manier. Namelijk met een zitmaaier. En wat ze daarmee doen? Ja, van Groningen naar Maastricht rijden met dit ding, want we dachten dat moet kunnen toch op een grasmaaier. De heren zijn al een paar dagen op pad als ze de nacht van donderdag in Nijmegen doorbrengen. Op dat moment hebben ze al een flinke reis achter de rug met veel ups en downs. Die guys zijn al, nee, niet erin gaan zitten, dat houdt hij niet. Ja. Toch gaan ze door, want het is tenslotte voor het goede doel. We doen dit voor Movember, dat is een organisatie die zet zich in voor mannelijke mentale gezondheid en teelbalkanker. En we hebben er een hele grote snor voor op, want in Movember laat je je snor staan. Dus jullie ook? Ja, we doen een poging, maar je ziet het gebrek aan testosteron. Het is niet best. Kijk, met onze snor gaan we geen aandacht trekken. Dus dachten we, hoe kunnen we dan aandacht trekken? Ja, eigenlijk met het meest bizarre voertuig wat we kunnen verzinnen. En we dachten, een zitmaaier. Voor mij is daar nog nooit iemand mee heel Nederland gereden. Want we denken wel dat aandacht heel belangrijk is voor dit onderwerp. Want hoe meer mensen hun ballen checken en hun vrienden vragen hoe het met ze gaat, er kunnen levens mee worden gered, jongens. Dus vandaar. Jesper is nu al 10 minuten op de tankstation wc. Dat kan niks goeds betekenen. Hij heeft of een diarreeaanval, of er wordt gefapt. Of hij is zijn bal even aan het checken op teelbalkanker. Want ja, jongens, dat is heel belangrijk. Het komt misschien wat plat over, maar de boodschap is uiterst serieus. Wij hebben natuurlijk best een bereik op social media. En normaal gebruiken we het bereik gewoon alleen voor hele flauwe grappen en domme avonturen. En nu gebruiken we het voor flauwe grappen, domme avonturen en een beetje bewustwording. Wat het mooie is aan dit goede doel is dat je natuurlijk geld kan doneren. Maar je kan ook gewoon even je hand in je broek stouwen en gewoon even je ballen checken. En dat kan misschien al leven redden. En hoe gaan jullie toch tot nu toe? Wisselvallig. We hebben al wel een klapband gehad, twee al. Maar we zijn wel al in Nijmegen. We zijn nog ver, we zijn al ver over de helft. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En dan moet toch echt weer de vlam in de pijp. Op naar het zuiden.